Ik sta hier zoals dat in termen van het vechtsportwereldje heet at ringside. En dat doe ik met Dennis Krauweel. Dennis Krauweel is een veteraan uit de K1. Tegenwoordig vooral als manager en trainer actief. Dennis, welkom. Kun jij voor de mensen die het niet weten of kennen kort uitleggen wat K1 is? K1 is een sport die is afkomstig uit een mix van thai-boksen, boksen, karate. En die is hoofdzakelijk in Japan is die groot geworden. Inmiddels is die sport wereldwijd bekend en wij zijn in Nederland een van de grondleggers van deze sport. Dennis, je hebt ook twee K1 fighters meegebracht. Kun je ze kort introduceren aan het publiek? Ja, ik heb links van me heb ik Rico Verhoeven, 21 jaar en 117 kilo zwaar. Aan de rechterkant hebben we Freddy Kimayo. Hij komt uit Parijs, is geboren in Cameroen. Zouden we een demonstratieronde kunnen zien en kun jij dan tegelijkertijd wat uitleggen over techniek en tactiek die dan in de sparring terugkeert? Nou, mijn liefstallige assistent Julie Meulensteen, ik zou zeggen luid de gong. Oké, gaan de jongens beginnen. Ze beginnen met links-rechts direct en een linkse hoek. Directe stoten en hoekstoten. Dan gaan ze langzaam het tempo en de kracht opvoeren. Maken ze een rechts direct bij. We zijn nog steeds met de bokstechnieken bezig. Rechts direct erbij. Juist. Maken we een linkse hoge trap bij. Komt de eerste traptechniek die erbij komt. Is een linkse trap naar het hoofd. Zoals u ziet, moet ook lenigheid is vereist. Dus eigenlijk het is een mix van verschillende vormen van martial arts. Ja, de K staat voor karate, kempo, kickboksen, kendo. Dat is eigenlijk de K van K1. Dus het is een mix van martial arts sporten. In wedstrijdsituaties hebben de atleten geen scheenbeschermers, hè? Nee, maar nogmaals, kijk, wedstrijdsport, topsport is voor een enkeling weggelegd. En natuurlijk is dat niet altijd even gezond voor het scheenbeen, maar zo hebben we in elke sport wel heel veel dingen die vrij pijnlijk kunnen zijn. Een stevig applaus voor deze vechtsportatleten.